welkom bij WDS. Yes, voor jou het eerste jaar hier. Klopt, ja. Hoe kijk je ernaar? Ja, ik heb er zin in. Ik ken die jongens allemaal wat langer. Okay. Ik ben al een paar jaar achter elkaar benaderd hiervoor. Ja. Je komt bij RBC vandaan, hè? Ik kom van RBC, ja. Daar heb ik 2 jaar gevoel gehad. En afgelopen hierin verhuisd. Nou ja, verhuisd van de voetbal. Ik woon hier al heel mijn leven. Ja. Ik heb toch de overstap gemaakt naar WDS. Je kende wat jongens hier zijn. Ja, ik ken eigenlijk iedereen wel. Ja. Ja. En je hebt net de eerste training erop zitten. Klopt, ja. Kan je daar iets over zeggen dat je denkt van nou? Nou ja, ik heb in de zomer wel doorgetraind. Dus, ik denk, ik ga lekker goed beginnen. De trainer viel me wel, lekker strak, goed begin. En de trainer de woorden van de trainer vallen me ook. Dat is een van de redenen dat ik naar WDS ben gekomen. Je kende hem al? Of? Nee, ik heb een gesprek met hem gehad. Okay. En dat klopte, ja, dat klikte eigenlijk gelijk. En ik heb snel besloten om erin te komen. Ja. Dat vind ik goed. Want Roosendaal, Breda, dat is nog wel een stukje, maar dat is heel bewust de keuze geweest. Ja, naar Rotterdam studeer ik. Dus ja. Vorig jaar moest ik Rotterdam naar Breda en toen eten en gelijk door. Ja. En die hebben toch wel meer de tijd. Ja. En toch met mijn vrienden hier voetballen, maar wel met een goede doelstelling om kampioen te worden. En we hebben een goed team geworden. Dus ja. Vierde klasse nu, vorig jaar was het nog derde klasse. Ja. Hoe zie jij dit jaar? Ik zie het als een uitdaging. Vooral met die jongens die erbij hebben gekregen en die jongens die er al waren. Sterk houden zijn verbeterd, vind ik. Ik vind het wel goed hier met mij dat we ook echt wel van de bovenste plaats moeten nemen. Het is kampioen. Het is kampioen en als het niet lukt via na-competitie. Ja. Maar je moet voor het uitste gaan en dat is wel redelijk realistisch, vind ik. Ja. Wat denk je van het spel? Wat moeten we gaan spelen? Ja, ik ben zelf een aanvallende middenvelder. Bij RBC speelden wij met de punten achter, maar dat ligt mij wel minder. Omdat ik snel even naar voren. Dus ik hoop wel met 10 punten voor te spelen. Nou, vorig jaar speelden ze 4-4-2. Dit jaar weet ik niet of het bedoeling is. Maar ik hoop wel op aanvallend voetbal en dan moeten wij ook de mat leggen. Omdat we gewoon vaak beter zijn dan de tegenstander. Ze moeten gewoon voorspelen en vliegen dan eraf maken. Leuk. Nou, als wij als toeschouwer zitten natuurlijk ook te wachten. Hè? Ja, dus we kijken ernaar uit. Ja, ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Oké. Ik heb er zin in. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja.